Wie ben je en wat doe je? Mijn naam is Anita van Ieperen. Ik ben statenlid voor Forum voor Democratie. En ik heb best een volle portefeuille met omgevingswet daarin. Natuur, soms ook een beetje cultuur, stikstofmaatregelen. Daarnaast heb ik 16 jaar voor de klas gestaan. Ik ben pas gestopt op een middelbare school. En daar heb ik maatschappijleer en levensbeschouwing gegeven. En daarvoor ben ik ook nog predikant geweest. Waar streef je naar? Ik streef ernaar om de democratie dichter bij de mensen te brengen. Dat is denk ik het belangrijkste van wat ik wil. Ik stond voor de klas en ik wil gewoon dat de mogelijkheden voor de leerlingen die ik voor me had, dat die groot zijn om zelf te kiezen waar ze kunnen wonen, hoe ze willen wonen. Of ze dat bijvoorbeeld met een gasaansluiting of zonder een gasaansluiting willen doen. Ik wil dat er voldoende natuur overblijft waar ze ook in vrijheid naartoe kunnen gaan. Dus ik wil graag dat die mogelijkheden er zijn en ook dat ze zelf daarin wat te kiezen hebben. Waar ben ik trots op? Ik kwam hier en ik ontmoette mensen die gingen staan voor de natuur die we in Gelderland hebben. Voor het bos wat we hebben, die helemaal niet willen dat bomen gekapt worden en de biomassacentrale in willen gaan. Maar die juist wel willen dat die blijven bestaan. En ik ben vooral trots op al die Gelderlanders die daarvoor willen staan. En ik wil naast ze staan en met ze mee knokken voor een goed Gelderland. Gelderland waar natuur overblijft, waar bomen geplant worden. Waar mensen de vrijheid hebben om te kiezen voor ondernemingen bijvoorbeeld. En niet helemaal geplet worden door alle stikstofregels die er zijn. Dus daar wil ik naar streven. Wat is mijn doel en hoe ga ik mijn doel bereiken? Ik heb al geleerd om mijn doelen niet te groot te maken. Want ik begrijp dat ik deel uitmaak van een veel groter systeem. Maar wat ik wil is overal letten op waar wordt de vrijheid van mensen ingeperkt. En om daar juist tegenin te gaan. Dus om de vrijheid voor mobiliteit groot te houden. De vrijheid om te ondernemen groot te houden. Maar ook de vrijheid om zelf te kunnen kiezen hoe je wilt leven. Dat is voor mij het doel in feite bij alle dossiers waar ik op zit. En waar zie ik mezelf over 5 jaar? Ja, ik ben aan het omscholen richting schuldhulpverlening. Dus ik denk dat ik dat doe. Dus dat ik mensen help om hun leven weer op de rails te krijgen. En daarnaast hoop ik nog steeds betrokken te zijn bij Forum voor Democratie.